Hadden jullie dat nou ook? toen jongetje Jette, die kwam met een cijfer naar de Tweede Kamer. Ja, over dat de aarde die zou iets minder opwarmen als we dat hele pakket, het hele klimaatpakket van jongetje Jette zouden uitvoeren. En toen kwam je met een cijfer. Hier, in dit cijfer, daar kwam niet mee. Met 0, en dan 4 nullen, 3, 6. Dat is het getal waarmee de aarde dan minder gaat opwarmen. Dit van 1 graden, hè? En ik heb dus opgezocht, want ik wist helemaal niet, hoe moet ik dit nou uitspreken? Hoe moet ik dit getal nou uitspreken, vrienden? Hij kon het zelf ook niet, jongetje Jette, dus die zei van ja, het is een 0, en dan 4036. Ja. En ik dacht, dit is een onuitspreekbaar getal. En wat blijkt, ik heb het allemaal gegoogeld en ik heb heel lang moeten studeren. En het is dus 36 miljoenste achter de komma. Hey. 36 miljoenste van 1 graden gaat de aarde minder opwarmen. Als je dus zijn pakketje gaat doen. En die blijft maar hobbyen. Die Jette, jongetje Jette. Lekker bezig, zo. En dat kost dan 28 miljard, beste vrienden. Ja. Dat wordt daar aan uitgegeven. En dit is toch niet te verkopen? Dit is niet te verkopen in China, in India, in Amerika. Daar slaan ze zich van plezier op de knietjes. Haha, zitten ze allemaal te lachen. Ja, die denken, die zijn niet goed bij hun hoofd daar in Nederland. Ja, en hebben ze nog gelijk ook. Hoe is dit nou mogelijk? Hoe wil je nou in godsnaam draagvlak krijgen in Nederland als je dit soort rare dingen doet? Kijk, binnen dat kabinet hebben ze al lang besloten, laat die D66 en jongetje Jette maar lekker bezig met hun klimaathobby. Ja, dat hebben ze daar besloten. Maar er is toch wel iemand op zo'n ministerie van Klimaat en Energie die dan tegen je jongetje zegt, dit lijkt me niet zo'n goed idee. Hey, voor 36 miljoenste van een graden om dit allemaal te doen. Zullen we het maar vergeten? Zet er een streep door, gaan die. Nee, niemand die dat zegt. Nee, en dit is ook niet te verkopen in Nederland. Nee, dus als je maar een beetje gevoel zou hebben voor het klimaat, daar moeten we wat aan doen. Er is zoiets als dit, dan maak je dat weer zo tegen. Ja, met al die klimaatkneuzen op zo'n weg zitten, aan zo'n schilderij vastzitten of aan vliegtuigen hangen of weet ik wel wat ze allemaal doen. En al dat gedoe, die hele klimaathysterie, daar krijg je dan geen draagvlak voor, vrienden. Nee, er is toch geen Nederlander die zegt, ja, 28 miljard, top hoor, voor 36 miljoenste van een graden. En die andere landen trekken zich voor helemaal van niks en niemand iets aan. En die gaan rustig door. Ja, want dat is het. Je spreekt met elkaar af. We stoppen allemaal voor het rode licht. En iedereen rijdt door. China, Amerika, India, weet ik veel. Iedereen rijdt door. Alleen Nederland staat te wachten voor het rode licht. Ja, en dat is hem, vrienden.